Ruim 300 deelnemers aan Swim to Fight Cancer zwemmen in de Spiegelwaal. Meer dan 160.000 euro is er bij elkaar opgehaald. Waar het om gaat is dat er emotie, geluk, verdriet, blijdschap, die traan en een lach, dat elkaar verbroedert om zo met elkaar weer een onwijs mooi bedrag op te gaan helpen om kanker de wereld uit te helpen. En verder in het nieuws vandaag, paarden uit heel Nederland komen samen op de paardenmarkt in Elst. En voor het 10e jaar zet de DAR zijn wijkhelden in het zonnetje. De Nijmeegse Spiegelwaal was dit weekend weer decor van de actie Swim to Fight Cancer. Zo'n 3000 deelnemers zwommen afstanden van 500, 1500 of 3000 meter om geld op te halen voor kankeronderzoek. Het resultaat mag er zijn. Ruim 160.000 euro werd deze dag opgehaald in Nijmegen. En landelijk is de teller zelfs al de 3 miljoen gepasseerd. Ook Tanja doet dit jaar weer mee. Ruim 20 jaar geleden kwam zij erachter een zeldzame erfelijke vorm van maagkanker te hebben. Om haar leven te redden werd bij Tanja haar maag verwijderd. Dit jaar staat maagkanker dan ook centraal. Ja, dat gaat om maagkanker. Nou, maagkanker is sowieso al zeldzaam. Maar in het algemeen denk ik dat 2200 mensen, 2000 mensen per jaar maagkanker ontwikkelen in Nederland. Maar bij een klein deel daarvan is dat erfelijk. Bij die groep ontwikkelt zich ook op hele jonge leeftijd. En ja, je kunt er ook echt niks aan doen. Het zit gewoon een schrijffoutje in je DNA waardoor je dat ontwikkelt. En dat is heel zeldzaam. En we weten daar nog eigenlijk maar heel weinig van. We weten niet precies de stapjes van dat foutje in het gen naar het uiteindelijke kanker. We beginnen langzaam die stapjes te ontwikkelen. En daardoor is het ook nog niet mogelijk een manier te vinden om het echt te voorkomen. Dat is wat je het liefste wil. Dus we zijn nu langzaam bezig die stapjes te ontrafelen. En daar is gewoon heel veel onderzoek voor nodig en dus ook heel veel geld. En dat het onderzoek zo belangrijk is, daar kunnen veel deelnemers zich in vinden. Dit jaar heeft het evenement een record aantal deelnemers in Nijmegen. Het is absoluut een groeiende beweging, 310 deelnemers. Het eerste jaar hadden we ruim 200 deelnemers. Er zijn twee jaren dat er door omstandigheden wat minder deelnemers waren. Maar die 300 deelnemers is absoluut een heel mooi aantal dat we die dit jaar overstegen hebben. En ook burgemeester Bruls was hierbij aanwezig om het evenement te openen. Zes keer zoiets organiseren met alle moeilijkheden die er ook bij horen. Is echt heel erg knap en dat toont ook aan dat heel veel mensen het belangrijk vinden om hier vrijwillig zich achter te scharen en geld te doneren of te sponsoren om dat onderzoek nog meer mogelijkheden te geven. En dat zoveel deelnemers, sponsoren en supporters dit zo'n bijzonder evenement vinden, dat maakt het volgens Tanja ook zo uniek. Dat het veel mensen zijn die meedoen, die ook echt dat doen omdat ze iemand kennen, vaak die al helaas aan kanker is overleden of behandeld wordt voor kanker. Dus het zijn echt mensen die zich inzetten met een hoger doel dan het zwemmen en geld vergaren bij elkaar. Ze zetten ze ook echt in, hè. Ze gaan echt lichamelijk iets doen. Dus het is inzet op heel veel manieren. En zelfs de supporters die er zijn, die tonen natuurlijk in feite ook inzet. Alhoewel ik moet eerlijk zeggen, toen ik net zwom, ik heb echt niks gehoord. Af en toe als mijn oor boven water kwam, herkende ik de stem van Jochem, maar kon niet eens horen wat hij zei. Dus dat is heel relatief, die support. Maar wel leuk dat al die mensen er zijn. Vandaag vond in Elst de 761ste editie van de Elster Paardenmarkt plaats. In het centrum van het dorp stond het vol met bezoekers om een kijkje te nemen bij de na verwachte 800 paarden en ponies. Het is nog een van de weinige grote paardenmarkten in Nederland die nog zo groot van omvang is. Al ruim 760 jaar is het een begrip in de regio. De Elster Paardenmarkt. Op deze dag van Elst stroomt het centrum vol om een kijkje te nemen bij de honderden paarden die er staan of om gezellig elkaar te ontmoeten. Ja, wij zijn hartstikke blij dat wij zoveel aanvoer hebben. Het is elke keer toch weer een verrassing voor ons van wat er gebeurt. En omdat mensen dat weten dat die paardenmarkt er is, komen de mensen ook. En die komen natuurlijk in eerste instantie om een beetje in oogenschouw te nemen hoe die dieren erbij staan en hoe het er allemaal is. En vervolgens gaan ze elkaar opzoeken en gaan ze een lekker drankje met elkaar drinken. Deze paardenmarkt is ongekend populair en dan ook een van de grootste van Nederland. Zo'n 30.000 man komen op dit evenement af, uit Elst, maar ook daarbuiten. Maar voor de Elstenaren is het een evenement dat standaard weer in de agenda staat. Ja, we waren vanochtend hier rond een uur of we hebben de hele nacht doorgewerkt, maar rond een uur of 7, 8
dan zien wij best wel veel Elstenaren, maar we zien ook heel veel mensen die ik nog nooit gezien heb. Dus eigenlijk is die toch landelijk bekend. Ja, je komt een heleboel mensen tegen, hè, die je kent. In de loop der jaren natuurlijk handel meegedaan of wat dan ook. Ja, ik kwam hier wel echt elke paardenmarkt wel en sinds vorig jaar ben ik hier ook verzorgster. Om met de paarden zo fijn mogelijk te maken zijn de dierenverzorgers ingeschakeld. Middelbare scholieren uit Elst konden zich aanmelden om te helpen op de markt. We hebben kinderen of leerlingen van het middelbaar onderwijs. Ja, daar komen met 10 van die meiden, je ziet ze naast je gebeuren. Die zijn allemaal bezig om die dieren van water en van hooi te voorzien. We moeten de paarden wat voer en drinken geven en zorgen dat alles goed gaat hier. En of de Elster paardenmarkt nog wel van deze tijd is? De organisatie vindt van wel. Het hoort er gewoon bij. Er is een categorie. Kijk, hier komen niet de allerduurste paarden van Nederland. Maar ook voor dit soort paarden moet er weer een nieuwe plek zijn. De Radboud Universiteit heeft maandag het nieuwe academisch jaar afgetrapt met een speciaal programma in Concertgebouw De Vereniging. Medewerkers en studenten kwamen hier bijeen om zich te laten inspireren voor het nieuwe studiejaar. Het thema van het programma is waarheid. Er waren onder meer voordrachten van dichter Wout Waanders en pianist Joost Munneke. Als het aan het Nijmeegs College ligt, is het vanaf november niet meer toegestaan om zonder vergunning over de Grifdijk in Nijmegen-Noord te rijden. Ze willen een halt roepen aan het alsmaar toenemende verkeersstroom op deze locatie. Momenteel is deze weg alleen afgesloten in de ochtend- en avondspits om sluipverkeer tegen te gaan. Aan al in 2019 werd er een permanente sluiting aangekondigd. Hoog tijd om deze nu door te voeren, vindt het college. Verschillende fracties in zowel Nijmegen als Overbetuwe zijn kritisch op de plannen. Burgemeester Sigrid Sengers heeft zondagochtend het nieuwe sportcentrum De Gelenberg officieel geopend. Begin dit jaar, op 2 februari, werd het nieuwe pand ook al geopend, maar was toen nog niet helemaal af. Dit is nu wel het geval. Het duurzame sportcentrum is de vervanger van de verouderde zwembad De Gelenberg en de oude sporthal De Heuvel. In het nieuwe sportcentrum kan iedereen terecht voor de nodige beweging, van babyzwemmen tot seniorengym. NEC heeft zaterdagavond uitgewonnen bij Fortuna Sittard. De Nijmegenaren maakten 3 goals en hielden de stand daarbij op 0-3. In de eerste helft werden de eerste 2 treffers kort na elkaar gemaakt door Koki Ogawa en Gonzalez. Een paar minuten voor het eindsignaal maakte Owaisa het af met de 3e goal. Op het oog dus een makkelijke wedstrijd. Ja, dat is natuurlijk nooit. Ik bedoel, je moet er hard voor werken. En ik denk wel dat we de eerste helft gewoon heel goed gedaan hebben. Goed gespeeld hebben, gecontroleerd. Maken 2 goede goals. Ja, dan weet je na rust dat het anders gaat worden. Daar kun je natuurlijk van alles voor waarschuwen. Maar Fortuna heeft daar ook mee te maken. Ik denk niet dat we echt grote kansen hebben weggegeven. En uiteindelijk met het wisselen zie je ook weer rust in het elftal komen. En ja, spelen we hem volgens mij hartstikke goed uit. Ja. Door de overwinning gaat NEC met 6 punten na 4 wedstrijden de interlandperiode in. Na deze periode krijgt de ploeg van Meijer een lastige klus te verduren. NEC trekt dan naar Eindhoven voor de wedstrijd tegen landskampioen PSV. En dit vindt plaats op zaterdagavond 14 september. Afvalverwerker DAR doet elke dag zijn uiterste best om onze leefomgeving schoon en netjes te houden. Maar dat doet ze niet alleen. Hierbij krijgen ze hulp van zogenoemde wijkhelden. Kinderen en volwassenen die vrijwillig afval prikken in hun omgeving. In 6 gemeenten in onze regio zijn inmiddels al bijna 10.000 wijkhelden actief. Deze zaterdag werden zij in het zonnetje gezet tijdens de jaarlijkse Wijkheldenfestival. En dat gebeurde zelfs al voor de 10e keer. Over de stormbaan rennen, zelf vogelhuisjes maken, een salsa-workshop volgen. Ook tijdens dit jubileum van het Wijkheldenfestival is er genoeg te doen voor de kids. En dat mag ook wel, want het werk van de wijkhelden wordt enorm gewaardeerd. Ja, we zijn natuurlijk super trots op alle wijkhelden. Dat deze bewoners gewoon een steentje bijdragen aan een schone buurt. Dat vinden we echt super mooi om te zien. En gelukkig blijft het aantal wijkhelden ook alsmaar groeien. Nou, het zijn ondertussen 9200 die het al doen. Dus we gaan richting de 10.000. Het is super dat ze het doen. Hè. Daar zijn we echt enorm blij mee.
Maar eigenlijk is het jammer dat het moet. Hè? Want ruim alsjeblieft je eigen troep een beetje op en gooi niks zomaar weg op straat. Want vervuiling van de openbare ruimte is een van de grootste overlastgevers ook bij ons in Nijmegen. Toch is het dankbaar werk wat de wijkhelden doen, want er belandt nog steeds erg veel afval op straat. Omdat er sowieso al heel veel troep wordt weggegooid, sowieso. Hè? En ook als er een keer mensen verkeerde vuilniszak aan de straat zetten die kapot gegeten worden door de ongedierte of zo, wat dan wegwaait over straten. En dan gaan deze mensen die wijken rondom er allemaal op te ruimen. Ja, dat is echt wel super goed dat die mensen dat doen. Waarom zijn jullie wijkheld geworden? Omdat ik het heel leuk vind. En ik vind het ook goed dat we het doen, omdat ik hou erg van de natuur. Om lekker met z'n allen te gaan oprapen, de afval en lekker met vriendjes en vriendinnetjes. En dan wordt het lekker schoon, hè? Ja. Nou, ik vond het leuk om de natuur op te ruimen, want ik vond het niet goed voor de dieren ook dat er zoveel afval in de natuur was. En wat maakt het nou zo leuk om een wijkheld te zijn? Nou, dat ik het met iedereen doe, dat is ook leuk. En dat nu de natuur dan opgeruimder is. En hoe word je nou eigenlijk zo'n wijkheld? Nou, dat is eigenlijk super makkelijk, want zoals burgemeester Brul straks al zei, iedereen kan wijkheld worden. Meld je aan via wijk-helden.nl, spullen worden thuis bezorgd en je kan meteen aan de slag. Liefhebbers van vrachtwagens konden afgelopen vrijdag weer hun hart ophalen bij een nieuwe truckshow in Wijchen. Voor de derde keer in 6 jaar tijd stonden de mooiste cabines weer keurig langs elkaar opgesteld. En was er ruimte voor een drankje, een dansje en vooral veel knipperende lichten. Met toeters en bellen kwam de ene na de andere truck het terrein in Wijchen op. De 10-tonners werden netjes gepresenteerd aan het Maas- en Waalse publiek. Voor de organisatie is het dan ook zeer belangrijk dat het evenement een regionaal tintje behoudt. We houden het heel regionaal qua bezoekers en qua deelnemers van de trucks. Het is een beetje ons kent ons en dat willen we ook echt erin houden. Daarom is het best wel compact. En er zitten wel uitschieters tussen naar wat verder weg en tot wel echt 80 kilometer zeg maar. Weg, maar de meeste zijn echt uit de buurt, ja. De show is klein ontstaan en blijft dus ook kleinschalig. Toch komen er naast meer publiek ook steeds meer trucks naar het evenement. Vandaag zijn er 58 en vorig jaar 45. Dus we proberen wel een beetje te groeien hier en daar. Vorig jaar was het aan die zijde en deze zijde en nu hebben we het andersom gepakt. Voornamelijk wel echt alleen trucks. Er is natuurlijk een snackraam, een bar en een DJ aanwezig. Die zal straks wel plaatjes draaien. Maar voornamelijk de vrachtwagens en de gezelligheid eromheen met elkaar. Onder deze truck zitten ook pareltjes waar het publiek laaiend over is. Nou, ik wil het later graag worden. Je wil chauffeur worden? Ja, graag. En heb je een beetje rondgekeken wat voor een truck je zou willen hebben? Ja hoor. Ja? Een mooie Scania. Ik vind heel veel mooi. Ik ben niet heel kieskeurig. Ik ben wel zelf een Scania man. Maar een Volvo zoals deze vind ik ook prachtig bijvoorbeeld. Ja, absoluut. Ja. Omdat het gewoon mooie vrachtwagens zijn hier. Gewoon een beetje kijken. Ja, ook wel Scania's. Gewoon een hele mooie vrachtwagen. Van Harry van Dalen. En waarom? Omdat ik die gewoon heel mooi vind. Een mooie kleur. Ja, is dat die paarse? Ja. Met de bos op achterop? Ja, klopt. Ja, die vind jij mooi. Ja, zeker. Ja, en dan nog het weer. De dag begon vandaag nog zomers warm, zelfs broeierig. Maar inmiddels zijn er al wat buien gearriveerd. Ook vannacht blijft er nog een kans op een bui aanwezig. En de minima liggen vannacht zo rond de 17 graden. Vrij warm nog. Morgen is het wat koeler. We bevinden ons in de grens van luchtsoorten. Dat betekent dat het morgen maximaal 22 graden kan zijn. Maar ook nog even een doorschieter kan zijn naar 25 graden. Zowel op dinsdag als woensdag blijft de kans op buien bestaan. Vooral woensdag zal het in onze regio langdurig kunnen regenen. Donderdag belooft daarna juist weer een vrij aardige dag te worden. Met geregeld zon en een temperatuur ruim boven de 20 graden. Dit was het RN7 regionieuws van maandag 2 september. Kijk voor het meest actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. Nu op RN7 zie je een nieuwe aflevering van De Streek In, waarin we het Poppen- en Kinderwagenmuseum in Groesbeek bezoeken. En wij zijn er natuurlijk morgen weer. Ik zeg graag tot dan.